zit in groep 5, waar momenteel het onderwerp de ruimte centraal staat. Een van de opdrachten is het maken van een webwandeling. Met behulp van deze webwandeling kan Luc zich verbreden en verdiepen in het onderwerp. Op een uitgeprint werkblad staan links naar een aantal geschikte kinderwebsites, waarvan de eerste gaat over de maan. Luc volgt de aanwijzingen van het werkblad op en hij leest de tekst om de vraag te kunnen beantwoorden. Zo leidt de webwandeling Luc langs 3 verschillende websites waarbij hij informatie moet lezen of video's moet bekijken. En op de webwandeling worden telkens zowel kennisvragen als inzichtsvragen gesteld. Na 3 kwartier is Luc klaar met de webwandeling en hij levert zijn werkblad in bij zijn leerkracht om het na te kijken. In groep 6 maakt Luc nog steeds webwandelingen, maar hij heeft nu al enige ervaring. Dus hij doet het niet meer op papier, maar nu digitaal. Webwandelingen kunnen uitstekend online worden gemaakt, bijvoorbeeld in Google Drive, URLs of BundleNut. Het principe is hetzelfde. Er staan links naar 3 à 4 geschikte kinderwebsites en er is een mix van zowel kennis als inzichtsvragen dat wordt gesteld. Wanneer Luc klaar is, kan hij dan online in de cloud zijn antwoorden opslaan en zijn leerkracht kan het digitaal nakijken. Webwandelingen zijn heel eenvoudig om uit te wisselen, maar pas op. Controleer altijd als je de webwandeling van iemand anders wil gebruiken of de websites nog goed werken en of er een antwoordmodel beschikbaar is. Webwandelingen zijn, wanneer ze systematisch worden ingezet in het onderwerp, een rijke werkvorm waarbij leerlingen uit de middenbouw, individueel of in tweetallen, goed zelfstandig kunnen leren. En bovendien trainen ze hun informatievaardigheden, want ze moeten websites leren lezen om er informatie vanaf te kunnen halen. Ze zijn bezig, zeg maar, met stap 4 van de Big Six. En ja, wat dat dan weer is?